Gezond leven. Weet iemand hoe het moet? Ik ben dokter Sophie Delalieu, vaatchirurg. Een vaatspecialist kan u helpen om gezonder in het leven te staan door uw bloedcirculatie te optimaliseren. Een goede bloedcirculatie is belangrijk. Het voorziet het lichaam van zuurstof en zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Geraakt de bloedcirculatie verstoord, dan heeft u een gezondheidsprobleem. De bloedbanen die zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels pompen, zijn slagaders. De bloedbanen die vanuit de weefsels afvalstoffen afvoeren naar onze longen, zijn aders. Veneuze ziekte of aderziekte komt vaak voor. Ongeveer de helft van de bevolking heeft te veel afvalbloed in de bloedbanen. Deze ziekte kan lang stabiel blijven, maar soms ook snel evolueren. Vaak is er een erfelijke aanleg. Bepaalde risicofactoren kunnen veneuze ziekte versnellen. Overgewicht, zwangerschap, langdurig zitten of staan in de warmte, oudere leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe groter het risico. Vooral de aders in de benen moeten het bloed tegen de zwaartekracht in omhoog duwen. Onze kuitspieren duwen het bloed richting het hart. Terugslagkleppen in de bloedbaan voorkomen het terugstromen. Als de kleppen van de aders niet goed sluiten, stroomt het bloed terug naar beneden en spreken we over spataders. Spataders zijn slecht functionerende aders. De aderwand is niet bestand tegen hoge druk. Hierdoor puilt de ader uit en wordt de wand dunner en kan gaan lekken. Vocht en bloed kan uit de aderwand lekken in het omringende weefsel. Gezwollen benen en dikke enkels zijn daarom ook een symptoom van veneuze ziekte. Het kan ook zijn dat je last krijgt van zware, gespannen en vermoeide benen. Nachtelijke krampen kunnen het gevolg zijn van slechte afvoer van melkzuur uit de spieren. De huid kan bruin verkleuren of wit littekenweefsel worden. De huidkwaliteit kan zo erg achteruit gaan dat er ook spontaan wondjes ontstaan, voornamelijk op de laagste plaatsen van het afvalbloed. Zonder behandeling kunnen in een spatader ook bloedkonters ontstaan. Als een bloedkonter loskomt, kan deze in de longen terechtkomen en kunt u dus lijden aan een levensgevaarlijk longembol. Het is daarom van belang om de symptomen niet te negeren en tijdig een arts te raadplegen. Er zijn verschillende mogelijkheden om je veneuze ziekte te behandelen. Compressietherapie en flebotrope medicatie helpen bij lichte klachten en kunnen mee ondersteunen bij ernstige klachten. Men kan de spataders ook behandelen met inspuitingen, laser, operatie. Maar uiteraard geldt, voorkomen is beter dan genezen. Eenvoudige gewoonten in je levensstijl kunnen de bloedcirculatie bevorderen. Behoor je tot een risicogroep? Dan zijn te weinig beweging, overgewicht en hitte jouw vijanden. Voorkom hete baden, sauna's en spa's. Probeer een gezond gewicht te behouden en voldoende water te drinken. Kies comfortabel schoeisel en kledij. Geen hoge hakken of afsnoerende kleding. Heb je de hele dag gezeten of rechtgestaan, ga dan 's avonds met je benen omhoog liggen. Ik ben dokter Sophie Delalieu. Herken je enkele klachten van de veneuze ziekte? Neem dan contact op met je huisarts of een vaatspecialist.